Vanuit Studio 1 is dit de 55ste aflevering van Postcode Loterij 1 tegen 100. Eén iemand uit ons publiek neemt het op tegen 100 streng geselecteerde kandidaten. Deze week zit Bianca Bakker op de stoel der stoelen. Ze begint aan haar derde vraag met 6000 gulden in de kluis en nog 65 tegenspelers te verslaan. Zal het haar lukken om met haar kennis en handig gebruik van de twee resterende escapes als overwinnaar uit de bus te komen? Eén fout antwoord is al fataal. Het is alles of niets. Postcode Loterij 1 tegen 100. Hier is uw gastvrouw, Caroline Tensen. Dames en heren, en uiteraard welkom bij Postcode Loterij 1 tegen 100. Nou, we hebben weer verse vragen. Wat de kandidaat op de stoel eigenlijk alleen maar moet doen, is ze allemaal heel goed beantwoorden en al die kandidaten wegspelen. Bianca, klinkt eigenlijk heel erg simpel, hè? Ja. Hallo, Bianca Bakker, welkom weer op de stoel, samen met Baiko. Voor de mensen die misschien niet gekeken hebben vorige week, Bianca is vanaf haar geboorte slechtziend. En daarom heb je Baiko meegenomen en we vonden het leuk dat je bij ons in de stoel kwam. We hadden alleen niet zoveel tijd om te praten vorige week, omdat we nog even wilden spelen. We hebben het niet over je hobby's gehad. Dat klopt. Vertel. Mijn hobby's zijn zwemmen en sportschieten voor visueel gehandicapten. Sportschieten, hoe werkt dat? Het werkt eigenlijk zoals een gewoon ziende ook schiet. Ja? Alleen bij ons staat er op de kade een felle lamp. Ja? En op het wapen waar ik mee schiet staat zit een speciale richtkijker met een toongenerator. Ja? En die zet het licht om in geluid. Oh, en door een koptelefoon horen wij dus een lage pieptoon die naarmate je verder in de roos komt steeds hoger wordt. Oh, wat goed. Ja. Ben je goed erin? Ik was dit jaar Nederlands kampioen. Dat meen je niet. Ja. Echt waar? Goed. Oh, wat leuk. Nou, zo leren we nog eens wat. Bianca, heel veel succes. Ik ga naar mijn kruk en we duimen voor je. En nu ook veel succes. Oké, iedereen zit op zijn plekje. Hier komt de eerste vraag van vanavond. Het is jouw derde vraag, Bianca, en de categorie is actueel. Wat doe maar een makkelijke vraag. Jij wil een makkelijke vraag? Ja. Hoe hoog staat de kanjer van de Nationale Postcode Loterij op 1 januari 2002? Is dat A? 20,2 miljoen, B, 30,3 miljoen of C, 40,4 miljoen. Dus Bianca, hoe hoog staat de kanjer van de Nationale Postcode Loterij op 1 januari 2002? Is dat A, 20,2 miljoen, B, 30,3 of is dat C, 40,4 miljoen gulden? Jij mag even nadenken. De tegenspelers, gaat uw gang. U bent nog met z'n 65 over. Je hebt nog 65 tegenspelers. Per persoon waard 1538 gulden. En je mag het zeggen. Het is antwoord C, 40,4 miljoen. Jij zegt het is antwoord C, 40,4 miljoen. Nou, dat zeg je heel stellig. Dus we noteren hem. En is dit ook goed, ja of nee? Ja, dat is goed. En 9,6 miljoen wordt verdeeld over de wijk en de 30,8 miljoen wordt verdeeld over de winnende postcode. Wat een ontzettend hoog bedrag. Dat zal wat worden, zeg. 1 januari. We gaan kijken wie het fout heeft. Ik tel er 5, de computer ook. 5 mensen hadden het fout. Per persoon waard 1538 gulden. 7609 gulden heb je met deze vraag verdiend. En in totaal zit je nu op 13.690 gulden. En we gaan naar vraag 4. En als u deelnemer bent van de Postcode Loterij, dan bent u degene die mag bellen van ons.
Als de notaris u ertussen uittrekt, dan heeft u 2500 gulden. Maar u weet inmiddels wel dat het bedrag op kan lopen tot 10 en soms zelfs 20.000 gulden. 09090355. De categorie is, Bianca, muziek. Ja, en geen kerst zonder dat je dit nummer minstens één keer hoort, hè? Luister. In his last Christmas special, televised a few weeks after his death, Bing Crosby sang White Christmas for the last time. And children listen, dreaming. 35 years before, Bing sang it first to a world darkened by war. It was to become the most popular of his songs. His recording of it, the best-selling record ever. Wil jij een makkelijke of een moeilijke vraag? Doe toch maar weer een makkelijke. Ja? Hoe heet de film uit 1954 die voortkwam uit Bing Crosby's bestverkochte kerstnummer aller tijden? Is dat A, Merry Christmas? Is dat B, Holy Christmas? Of C, White Christmas? Was dat Merry Christmas? Is dat B, Holy Christmas? Of C, White Christmas? De film uit 1954. Gaat uw gang, dames en heren. Bianca. Ja, ik zit te twijfelen tussen A en C. Jij zit te twijfelen tussen ja. Merry Christmas en White Christmas. Ja. Hoe heet de film die voortkwam uit Bing Crosby's bestverkochte kerstnummer aller tijden? We zagen net een fragmentje dat hij dat aan het zingen was. En je kon het ook horen. Ja. Vroeg. Wat gaan we doen? Je twijfelt heel erg, hè, Bianca? Ja, ik twijfel heel erg tussen A en C. Ik denk dat ik toch maar een escape inzet. Ja, toch een escape? Ja, ik denk dat zonde, toch. Hè? Nou ja, daar zijn ze voor, joh. Jij gaat voor de escape van 50%. Ja. Oké, gaat die er nu af? Je houdt over 6.845 gulden. Nou, zullen we even een gokje wagen? Wat had je gezegd, Bianca? Ja, ik denk C. Je was voor C gegaan. Ja. White Christmas. En we gaan kijken wat goed is. En dat was inderdaad White Christmas. Ja. Nou ja, aan de andere kant, als je het fout had geweest, was je eruit, had je eruit gelegen. We gaan even kijken hoeveel mensen dit ook fout hebben. En dat zijn er weer 5. Nou, het levert je geen geld op, maar we hebben wel weer 5 tegenspelers weggespeeld. En we gaan naar vraag 5. En de categorie is... Natuur, wil je een makkelijke of een moeilijke vraag? Doe toch maar weer een makkelijke vraag. Komt-ie. Wat voor soort vogel is een pimpelmees? Is dat A, een zangvogel? Is dat B, een loopvogel? Of is dat C, een watervogel? Dus een pimpelmees, is dat een zangvogel, een loopvogel of een watervogel? En drukt u alsjeblieft binnen de tijd, niet te vroeg en niet te laat, want in beide gevallen geldt uw antwoord als fout. Bianca. Moeilijk. Ja, soms hè, dan, ik bedoel, je zit, hebt al een tijdje op de, tussen de tegenspelers gezeten en er zitten allemaal vragen bij die je wel liggen en dan opeens zit je hier. Ja, precies. Het is toch wel anders, hè? Niet liggen. Ja, heel anders. Zangvogel, loopvogel of een watervogel? Nee, ik denk dat ik mag gokken op een zangvogel. Jij gaat voor zangvogel. Ja, antwoord gokken. A is dat, ja? Ja. Wil nog één escapeje, wil je bewaren? Zangvogel, is een pimpelmees een zangvogel? Ja, is goed. Goed gegokt. Ik ga me omdraaien. 55 hadden we er over en 5 hebben het fout. Zij waren waard, per persoon. 1818 gulden. Voor deze vraag heb je 9090 gulden verdiend. In je kluis zit weer 15.935 gulden. Vraag 6. En de categorie voor vraag 6 is algemeen. Bianca. Ja.
doe toch maar een makkelijke. Toch maar een makkelijk. Hoe heet het bekendste rendier van de kerstman dat bekend is om zijn rode, glimmende neus? Dus hoe heet het bekendste rendier van de kerstman dat bekend is om zijn rode, glimmende neus? Is dat A, Rudolf? Is dat B, Dopey? Of is dat C, Tinkerbell? Is dat A, Rudolf? Is dat B, Dopey? Of is dat C, Tinkerbell? Bianca? Ik zou het niet weten. Nee? Nee. Er is ook een liedje over, een kerstliedje. Mag ik de namen nog één keer horen? Natuurlijk. Rudolf? Ja. Dopey? Of antwoord C, Tinkerbell? Dus Rudolf, Dopey, Tinkerbell? Nou, dan gok ik op antwoord C. Jij gaat voor antwoord C. Je hebt ook nog escapes, hè? Ja. Oké. Nee, ik denk, zeg het maar even. Ja, precies. En nog een verdubbelaar trouwens. Ja. Jij gaat toch gokken? Ja. Je denkt, ik heb net goed gegokt. Het zal nu ook wel goed zijn. Ik hoop het. Oké. Als jij dat zeker weet. Tinkerbell, antwoord C. Is dat goed? Nee. Helaas. Het was Rudolf. Het was Rudolf. Zullen we even, voordat ik bij je kom, gaan we even kijken hoeveel mensen dit fout hadden, ja? Ja, is goed. Oh, 1 iemand had het fout. Nou, helaas had je het zelf ook fout. Ja, helaas. Ja, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Weet je dat niet? Ken je dat liedje niet? Nee, ik ken hem niet. Oh, nee. Zonde. Ja. Nou, vond je het wel leuk om mee te doen? Ja, zeker weten. Oké, nou, we vonden het leuk om je te hebben. Blijf nog even. Ja. En de computer gaat iemand uitzoeken die hier op de stoel komt zitten in plaats van jou. Ja. Dankjewel voor het meespelen. Ja, heel goed. En succes met je schieten, hè? Ja, bedankt. Wie, oh wie, komt er op de stoel? Wie is de volgende gelukkige? Meneer op stoel nummer 68. Ga je mee? Welkom op de stoel, André Schipper. Je ging ervoor, zei je net. Ja. Dat klopt. Je wilde graag op de stoel komen. Nou, dat is gelukt. Ben je getrouwd? Ja, ja? Met 2 dochters. 30 en 31. Ja, oh, gezellig. Dus je hebt veel dames in het gezelschap. Alleen maar thuis. Dames thuis. Ja. Alleen maar heb je hobby's? Ontzettend veel. Oh. Mijn werk is mijn hobby. Ja? Wat is je werk? Ik ben interim manager. Ja? Dan heb ik dan tennis. Ik knutsel. En ik ben aandeelhouder en directeur van een kippenfarm in Ghana. In Ghana? Ja. Een kippenfarm in Ghana. Hoe kom je daar nou bij? Ja, en wat houdt dat in? Dat houdt in, ik begeleid een Ghanese jongen. Ja? Die heb ik ontmoet, die heeft in Deventer gestudeerd. Ja? Die had een scriptie geschreven over een kippenfarm in Ghana. En toen zei ik, nou, maar luister, dan doen we dat samen. Dus we zijn nu 6 jaar bezig. En we hebben daar 7000 kippen. Joh, en gaat het goed? Loopt het goed? Naar Afrikaanse begrippen redelijk. Oh ja, wat geest. En ga je er ook wel eens heen? Ieder jaar, minstens 3 weken, ja. Oh, wat leuk. En gaat je familie dan mee of ga je dan alleen? Mijn vrouw gaat af en toe mee, want het is eigenlijk te warm. Ja, ja, het is heel warm, hè? Ja. Nou, wat geestig. Ja. Nou, heel veel succes. Dankjewel. In ieder geval met de kippenfarm, maar ook hier, hè? Want, ja. Probeer het. Hier moet je het in je eentje doen. Bedankt. André, we gaan naar jouw eerste vraag. En jouw eerste categorie is... Goede doelen. Zaterdag ziet en hoort u in Rijnland ontmoet Postcode Kanjers... het verhaal van UNICEF-medewerker Karin Hulshof. Zij werkt voor UNICEF in Roemenië en doet er alles aan... om kinderen die het extra moeilijk hebben... zoals dakloze kinderen of mishandelde kinderen... die speciale zorg te geven die ze nodig hebben. En bij ons
krijgt u alvast een voorstukje. Roemenië beleefde in 1989 het einde van een tijdperk. Dictator Ceausescu werd afgezet en vermoord. Was de economie voor die tijd al slecht, daarna ging het nog slechter. Vrouwen en kinderen lijden daar het meest onder. UNICEF trekt zich hun lot aan en voert sinds 1990 projecten uit die tot verbetering moeten leiden. Karin Hulshoff van UNICEF staat aan het hoofd van al die projecten. De hulp richt zich onder andere op kinderen die in tehuizen zitten. Ze zijn vaak niet meer dan een nummer. Karin probeert de kinderen eruit te halen en ze te herenigen met hun familie of ze in een kleine woongroep te plaatsen. Voor de kinderen bij wie dat niet lukt, wordt de zorg in de tehuizen zoveel mogelijk verbeterd. Wil je een makkelijke of een moeilijke vraag? Een makkelijke vraag om in ieder geval een beetje geld voor de escape te hebben. Ja, lijkt me wel handig. Komt-ie. Hoe heette de kinderclub van UNICEF Nederland? André, is dat A, Kinderen voor Kinderen? B, Telekids? Of is dat C, Kids United? Is dat Kinderen voor Kinderen, Telekids? Of is dat antwoord C, Kids United? Jij mag even nadenken. Gaat uw gang, dames en heren. Je doet lekker allemaal weer mee. André, A, B of C? Ik weet het niet, maar ik kan wel ongeveer uitvinden wat het is. Het is Telekids is het niet. Kinderen voor Kinderen is volgens mij een ander programma. Dus ik ga voor Kids United. Je gaat voor antwoord C, Kids United. Want volgens jou zijn A en B het zeker niet. We noteren hem. En is antwoord C goed? Natuurlijk, ja, helemaal correct. En twee andere programma's. We gaan naar de volgende. Oh nee, we gaan even kijken hoeveel mensen dit fout hebben. Ik vergeet me helemaal. Hoeveel tegenspelers. Kijk, dat zijn er 7, André. 7 hebben het er fout. Ze waren waard 1000 gulden. Dus voor jouw escapejes heb je nu 7000 gulden in je kluis. We kunnen niet stoppen, hè? Nee, we gaan niet stoppen. En we gaan naar de tweede vraag voor jou. Ja, en ik wil u er nog even aan helpen herinneren. Als u deelnemer bent van de Postcode Loterij, voor slechts 1,50 gulden per gesprek kunt u 10 of 20.000 gulden winnen. 09090355 is alles wat u hoeft te doen. De categorie, André, is politiek. Wil je makkelijk of moeilijk? Moeilijk. Moeilijke vraag. Hoe heet de politieke partij waar de omstreden Oostenrijker Jörg Haider voorzitter van was? Was dat A, de FPÖ, B, de FDP of C, de ÖVP? Was dat FPÖ, B, FDP of was dat C, de ÖVP? Drukt u maar, als u dat maar doet, binnen de 6 seconden, binnen het muziekje. André? Ik, gevoelsmatig, ga ik voor A. Dus ik, dat is de ingeving en het is A. Oké, ja? Jij zegt antwoord aan, FPÖ. En is dat ook goed? En het is goed. Vrijheidliedje, Partij Oostenrijk. Hoeveel mensen hebben dit fout? Wie al wie? Zo, 15 mensen hadden dit fout. Zij waren waard 1075 gulden per persoon. 16.125 gulden heb je met deze vraag verdiend. En in jouw kluis zit nu 23.125 gulden. We gaan lekker door naar vraag 3. En André, ik als het goed is iemand aan de telefoon. Met wie spreek ik? Met Rie Vergemst. Met Rie of Riet? Rie. Rie. R-I-E. Rie. Hallo Rie. Mm-hmm. Nou, fijn dat je aan de telefoon hebt. Mm-hmm. En laten we hopen dat jij gewoon 10 of 20.000 gulden wint vanavond. Ja, dat hoop ik ook. Zou wel lekker zijn. Ja, als dat zou kunnen. Luister maar goed mee. De categorie is voor jullie. Geschiedenis. André, jij mag het zeggen. Makkelijk of moeilijk? Moeilijk. Moeilijk, ja? Komt-ie. Wie bewoonde tot 1945 het grensgebied van Tsjechoslowakije met Duitsland? A. Waren dat de Pruisen? B. Bohemen?
of C, Sudetenduitsers? Waren dat de Pruisen, de Bohemen of waren dat C, Sudetenduitsers? Gaat uw gang. André. Ik dacht dat de oorlog daarom begonnen was. Dus dat Hitler een stuk annexeerde. En dan kom je dus niet bij de Pruisen, want dat hoort bij Duitsland. Bohemen is ook een streek, dus het is C, de Sudeten-Duitsers. Jij zegt C, Sudeten-Duitsers. Hij staat genoteerd. Ik ga vragen aan Rie of zij meegaat met jou in het antwoord, ja of nee? Ja hoor, ik heb zoveel vertrouwen in hem. Ik ga mee. Is dat zo? Je kent hem niet, maar je denkt, ja, dat zit wel goed met André. Mooi zo. Ze gaat met je mee, dus nou ga ik voor jullie beide duimen dat het antwoord dan ook goed is. En het is correct. Rie. Ja. Heb je ooit de jackpotverdubbeling ingezet? Oei, oei, nee. Oh, wat zonde, zonde. Jammer, hè? Nou, dan geef ik je 10.000 gulden. Hartstikke lief. Veel plezier ermee. Dankjewel. Hoeveel mensen hebben dit fout, André? Oh, veel. 30 van de 78 hadden dit fout. Ze waren waard 1282 gulden. 38.460 gulden heb je met deze vraag verdiend. En in jouw kluis zit 61.585 gulden. Dat is mooi. We gaan rustig verder. Nou, ik heb net 10.000 gulden weg kunnen geven. Het kan nu ook overkomen als u deelnemer bent van de Postcode Loterij 09090355. En mocht u de spelregels nog even na willen lezen, kan dat op teletextpagina nummer 230. De categorie is religie. In de dagen dat we de geboorte van Jezus vieren, staan we weer even stil bij de raadselen rond zijn lijkwade. Dit doek is lange tijd beschouwd als een teken van de hemel. Het laat een man zien en velen geloven dat dit een afbeelding is van Jezus. Tot op de dag van vandaag wordt het aanbeden. De lijkwade wordt al tientallen jaren onderzocht door geleerden uit de hele wereld. De meeste bevestigden de echtheid. Tot in oktober 1988, toen de magie van de lijkwade werd doorbroken en de kardinaal de volgende verklaring moest afleggen. Assegnato al tessuto sindonico con livello di confidenza del 95% è tra il 1260 e il 1390 dopo Cristo. André, wil jij een makkelijke of een moeilijke vraag? Een moeilijke. Moeilijke. Met welke methode is vastgesteld dat de lijkwade van Turijn stamt uit de 13e of 14e eeuw? Koolstofmethode? Was dat B, infraroodfotografie? Of C, röntgenstraling? Is dat A, koolstofmethode? Is dat B, de infraroodfotografie? Of is dat C, röntgenstraling? Moeilijke vraag in de categorie religie. André. Ik denk dat ik het weet. Ja? Dat is A, koolstofmethode. Want infrarood, daar doe je andere dingen mee. En röntgen, daar kan je volgens mij de leeftijd niet bij bepalen. Maar ik weet het niet zeker. Je twijfelt. Ik twijfel inderdaad. En ik heb escapes. Dus ik zet de eerste escape in. Ja? Ja. Nou, je hebt centjes zat ervoor. Hè? Ja. Dus je gaat een escape gebruiken, de eerste voor jou. Dus die kost jou 25%. Die halen we eraf. Je houdt over 46.188 gulden. Wat had je gezegd? A. We gaan kijken wat het juiste antwoord is. En je had het goed gehad. Je had het goed gehad. Oké, maar hoeveel mensen hebben dit fout? Nou, toch aardig wat. 10 man had het fout. Levert je geen geld op nu?
Maar je hebt er wel weer 10 minder. Dus je speelt nu verder tegen 38 tegenspelers. Gaat goed. Ja, redelijk. En de categorie voor vraag 5 is... literatuur. Wil je makkelijke of een moeilijke vraag? Moeilijk. Welk boek is niet door Isabella Allende geschreven? Is dat A, Liefde en Schaduw? Is dat B, Het Oneindige Plan? Of is dat C, Ontvoeringsbericht? Is dat A, Liefde en Schaduw? B, Het Oneindige Plan? Of C, Ontvoeringsbericht? Dat is niet geschreven door Isabella Allende. Allemaal gebogen hoofden over de kastjes. Naar mijn idee, A wel. B dacht ik ook. Dus we houden C over. Jij zegt antwoord C, ontvoeringsbericht. Is antwoord C goed? Ja, is goed. Het was een moeilijke vraag. Jij had de mogelijkheid voor een escape, maar je wist het al. Kijk hoeveel mensen het niet. 25 tegenspelers. Gaat goed. Zij waren waard per persoon 2631 gulden. Voor deze vraag heb je verdiend 65.775 gulden. En in jouw kluis zit nu 111.963 gulden. Nee, je blijft zitten. André wil de hele tijd opstaan. Die denkt, ik ga. Doe het voor de helft. Ja, nee, we gaan niet dealen. Is toch leuk, hè? Zo'n spel. Ja. Vraag 6. De categorie is... geografie. Moeilijk. Makkelijk of moeilijk? Moeilijke vraag. Moeilijk. Welke stad ligt niet aan de oostkust van Australië? Is dat A, Perth? Is dat B, Brisbane? Of is dat C, Cairns? Is dat A, Perth? B, Brisbane? Of is dat C, Cairns? Oeh, wat een rot vraag. André? Weet het niet. Zie ik je schudden? Cairns ken ik helemaal niet, dus... Ik zit een escape in. Ja? Misschien voor verstandig als je het niet weet. Je moet het voor je kunnen zien en als je dat niet hebt. Ik heb het ook niet voor me hoor, maar... Doe maar lekker de escape. Escape. Dan. De helft gaat eraf. Je houdt over 55.981 gulden. Wat had je gezegd? Keynes. Ja? C? C. Oké. Wat is het juiste antwoord? Perth. Oh, wat goed dat je die escape gebruikt hebt. Anders was het over en uit geweest met je. 13 tegenspelers had je nog. Dit is een moeilijke vraag. We gaan kijken hoeveel. Kijk, 8 van de 13 heb je hiermee weggespeeld. Dat is ook belangrijk. Hè? Het levert geen geld op, maar hoe minder, hoe beter. Ja. We gaan door. Niet naar de volgende vraag. We gaan namelijk... naar onze eigen Sinterklaas. Dat speelt hij het hele jaar. En nu is hij ook de kerstman. Overal waar hij komt is iedereen blij. Ik heb het natuurlijk over Gaston Starreveld. Goedenavond Caroline en hallo dames en heren. Nou, wat een luxe zeg. Wij zijn helemaal in de stemming voor het nieuwe jaar. Dat is ook de reden dat we een prachtige luxe automobiel meegenomen hebben. Dat rijdt wel, hè Peet? Dacht het wel, hè? Wat een wagen zeg. En waarom? Nou, we zijn een klein beetje in de stemming voor de kanjer die op 1 januari wordt uitgereikt. Namelijk 40,4 miljoen. Maar eerste straatprijs, de laatste reguliere van dit jaar. Ik heb 300.000 gulden bij me en we zijn in de Ariënstraat in het mooie Tegelen. 300.000 gulden. Hallo. Hallo. Mevrouw Rijvers? Ja. Wat is het koud buiten? Ja, koud. Ja. Dan zegt u... Kom maar binnen. Natuurlijk. De straatprijs is hier gevallen. Hoi, de. Eén lot. 25.000 gulden. No. Wow. Oh. Schitterend. We hebben maar één lot, dus we hebben eigenlijk af... We winnen toch nooit niks. Nou. Goeiedag. Meneer Gummels. Aanwezig. Ja, dat bedoel ik.
Gaston van de Postcode Loterij. Nou, kijk eens aan. En wat komt u mij vertellen? Ik kom u vertellen dat u lid bent van de Postcode Loterij. Nou, dat wist ik al jaren. Ja, meneer Gubbels. Het zal niet waar zijn. Vol, want wat is het? 25.000 gulden. Mary, 25.000 gulden. Dat meen je niet. Dat meen je niet. Ja. Een heleboel mensen in Sri Lanka kunnen we daar blij mee maken, onder andere. Wij hebben daar een beetje ons hart verloren. Hart verloren op Sri Lanka? Op Sri Lanka, ja. Juist. En daar is armoede genoeg, dus dan kunnen we voor de kerst van een heleboel goede dingen doen. Vind ik geweldig. Hier krijg ik het warm van. Dit is de familie Repping. Goeiedag. Meneer Repping. Dat ben ik, ja. Ja! Ja. En mevrouw Repping. Ja, die heeft zich al verscholen. Al verscholen? Ja, maar dit is zo leuk wat er nu gebeurt. Ja, volgens mij ook wel. Ja, hartstikke mooi. Zeg. Schat wat. Nou, dit komt altijd van pas 25 natuurlijk, hè. 25.000 piek. Ja, dat heel is mooi. Dat is wat, hè. Nou. Drie loten. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Meer loten, meer kans, meer geld. Dag meneer. Dag meneer. U bent de heer Willems. Klopt. Van Ooyen. Dat is mijn vrouw. Zo. Drie stuks. Drie stuks, wat houdt dat in? 75.000 gulden. Het zijn drie checks, totaal 75.000 gulden. Uw man is er heel nuchter onder. Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat we dat elke week mogen ontvangen. Maar... Nee, lekker hè? Maar het risico is groot, hè? Ja. Ook bij de postcode loterij. U weet dat in de straatprijs, buiten dan dat we het geld uitdelen, 25.000 gulden per lot, hebben we nog een extra cadeautje. Hier is hij. Ik heb hem net gewassen. De wasstraat eet alleen niet, maar dit is hem. Nou, probeer het. Ik ben echt sprakeloos. Het overkomt u maar, hè? Ja, inderdaad. Je verwacht niet dat het je overkomt, hè? Geweldig. Is het prima. Ga er lekker samen van genieten. Ik wens u een prachtige uiteinde van dit jaar. Fijne kerstdagen. En blijf lekker met ons meespelen, hè? Goed zo, doen we. No, dit was hem. Een leuke straatprijs in Tegelen. We hebben er 52 gedaan dit jaar. En namens ons hele team, hartelijk bedankt voor het kijken. Maar 1 januari, dan zijn we er weer met de kanjer. En dan wordt het weer groot feest, hè? Groot feest. Oké, dus tot 1 januari. Bye bye! Dat was Gaston. Wij gaan ons weer concentreren hier. Je hebt namelijk nog maar 5 tegenspelers, André. Je bent toen in je 7e vraag 5 tegenspelers per persoon 20.000 gulden waard. Je hebt nog 1 escape en je hebt nog je verdubbelaar. De categorie is goede doelen. Veel organisaties drijven op vrijwilligers. Gewone mensen, mensen die een expertise inzetten, artiesten. Alle steunen zij belangeloos het goede doel. Een mini-portret van 3 vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk zet zich in voor het ondersteunen van vluchtelingen in Nederland. Vrijwilligers zijn daarbij van onschatbare waarde. Zo geeft bijvoorbeeld Maaike de Groot voorlichting over de asielprocedure aan vluchtelingen. Werkt Mia Valkhof op het asielzoekerscentrum Zeeburg en helpt hen bij het contact met justitie. En gaat Nettie Stapel bij vluchtelingen op bezoek en geeft Nederlandse les. 3 van de duizenden vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Nederland die vluchtelingen helpen een nieuwe positieve start te maken. De zo noodzakelijke steun in de rug. Help ook mee. Ja, we kunnen niet zonder vrijwilligers, hè? Wil jij een makkelijke of moeilijke vraag? Moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Uit welk land waren de meeste asielzoekers afkomstig die in 2000 asiel aanvroegen in Nederland? Was dat A, Somalië, B, Irak of C, Afghanistan? Is dat A, Somalië, is dat B, Irak of is dat C, Afghanistan? Nog 5 tegenspelers, 5 dames en heren. 2 dames en 3 heren. André. Als ik uit moet gaan, ik ontmoet nog wel eens vluchtelingen, ook gezien mijn Afrika-avonturen. Dan zijn het de Somaliërs die het meeste zijn binnengekomen. Ik denk dat op dit moment, want het is het jaar 2000,
dat het nu anders ligt, maar ik denk dat in het jaar 2000 de Somaliërs de meeste waren. Dus A, ik ga voor A. Ja? Oké. Okay. Je hebt ook nog één escape, hè? Dat je dat weet. Of heb je wel zoiets van, dat heb ik helemaal niet nodig? Jij zegt antwoord? A. A. Somalië. Is dat goed, ja of nee? Nee, het is Afghanistan. Jakkes! Ik zeg het ook zo zeker. Oh, jammer, jammer, jammer. Blijf maar even staan. Blijf maar, nee, nog niet weglopen, nog niet weglopen. Je was helemaal zeker ervan. Ja. Je twijfelde ook helemaal niet. Nee, dat klopt. Ik kreeg helemaal buikpijn ervan. Ja. 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 Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ook niet. Wat zonde. Je had nog maar 5 tegenspelers. Ja, en nog een escape en een verdubbelaar. En nog een escape en een verdubbelaar. Ja. Je ging zo lekker. Ja, nou ja. Helaas. We gaan even kijken hoeveel mensen dit fout hadden. Oh, 4. Dat betekent dat die meneer op stoel nummer 21 bij mij komt spelen. En een applausje voor André. Helaas. De stoel, Theo van Sark. En er zitten natuurlijk steeds wel 100 mensen, maar Theo, ik herkende jou, want jij hebt al een paar weken geleden 1-1 gespeeld, ja. Hè? Een aantal vragen. Liep net niet goed af, maar... Ging net verkeerd, ja. Ja, ik dacht, ik ken jou wel. Theo, werk je? Nee, niet meer. Niet meer? Ik heb bij de luchtmacht gewerkt. Ja? En ja, goed, met 55 mag je stoppen, dus... Alle tijd voor hobby's? Ja. Welke hobby's heb je? Hoofdzakelijk schaken. Ja? Ben je er goed in? Nou, middelmatig. 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 Doe je het vaak? Elke week. Ja? En plus nog af en toe een klein toernooitje waar ik aan meedoe. Ja, ja, ja. En heb je ook nog schaakgrootmeesters waarvan je zegt, nou, die spelen zo geweldig? Nou, ja, er zijn er voldoende dus, maar dat ja. Is dat eigenlijk iedereen die beter is dan ik, dat vind ik een kanjer, laat maar zeggen. Oké. Okay. Theo, ik ga jou alle succes wensen. Dank je. Heb 100 tegenspelers, speel ze weg. Oké. Okay. Jouw eerste vraag van vanavond, Theo. En als u deelnemer bent van de Postcode Loterij, dan mag u nog steeds bellen. Doe het nou, want het is zo makkelijk om op deze manier 10 of 20.000 gulden eventueel te winnen. 09090355. Het enige wat u hoeft te doen is ons bellen. De categorie, Theo, voor jou is... Sport. Wil je een makkelijke of een moeilijke vraag? Makkelijke vraag. Hoe heet de speelschijf bij ijshockey? Is dat A, duif, B, een puk, of is dat C, een discus? Is dat een duif, is dat B, een puk, of is dat C, een discus? Theo, jij mag even nadenken. U mag allemaal weer lekker meespelen. Dit is echt makkelijk, B, een puk. Jij zegt, dit is echt makkelijk, B, puk. We noteren hem. Een puk. En is dat goed? Ja, natuurlijk. En ik draai me meteen even om. Ja. Hoeveel mensen hebben dit fout? 2. Een mevrouw en meneer hebben dit helaas fout. Zij waren 1000 gulden waard per persoon. Je hebt 2000 gulden in je kluis zitten nu. Ja, naar de eerste vraag. De tweede vraag. De categorie voor vraag 2 is economie. Nou, we zullen er over een week echt aan moeten geloven, hè? De euro. En daarmee nemen we voorgoed afscheid van het Nederlandse geld. En de grapjes die ontwerpers erin verwerkten. Professor Oxenaar over zijn grapje op het briefje van 1000. Kunt u dat even aanwijzen? Ik kan het wel aanwijzen. Mijn handtekening is in de meest primitieve vorm, staat hierop. Dat is een vingerafdruk van mijn rechte middelvinger. En het bleek dat dat ook een hele aardige beveiligende structuur was.
En ook op het briefje van 5 liet professor Oxenaar zijn sporen na. Daar staat Ootje. Ja, dat is mijn naampje. Daar heb ik van kindsbeen af, ben ik nooit van afgekomen. Nee, Ootje Oxenaar. Omdat het zo'n klein, naampje is, ja. Vond ik het aardig om dat stiekem op een enorm gebouw te zetten. Ja. Want in werkelijkheid zou dat dus een meter of 10 hoog zijn. Het is zeer bescheiden, hè? Ja, geheel naar mijn aard. Ja. Ja. Nooit geweten. Wil je een makkelijke of een moeilijke vraag? Moeilijke vraag. Welk eurobiljet is overwegend groen van kleur? Is dat A, 100 euro, B, 200 euro of C, 500 euro? Is het 100 euro, 200 euro of C, 500 euro? 98 tegenspelers nog weg te spelen. Wat is het? Ik weet het niet zeker. Ik zet een escape in. Ja? Ja. Nou, moet je doen. Ik bedoel, ik daar heb zijn wel ze voor. Een je hebt wel een vermoeden? Idee. Ja. Maar ik durf het toch niet aan. En welk idee heb je? Gewoon? 500 euro. Wat zeg je? Antwoord? C. C zou jij zeggen. Maar je doet toch de escape? Ja. Moet je gewoon doen. 25% kost hier. Je houdt 1500 gulden over. Je had dus gezegd C. Ja. Dit noteren we gewoon even. Vinden we leuk om dat te weten. En welk biljet is overwegend groen van kleur? Oh, het was 100 euro geweest. Gelukkig. 200 is geel en 500 is paars. Ja. Gelukkig. Heb jij de escape gebruikt? Hoeveel mensen hebben zich al verdiept in de euro? Dames en heren. Oeh. ...77 mensen wisten dit ook niet. Helaas, het levert je helemaal niet een dubbeltje op. Maar ze zijn weg. Dat is wel jammer dan in dit geval. Maar ja, je hebt er wel, je hebt nog maar 21 tegenspelers over. Op naar de volgende vraag. Ik heb iemand aan de telefoon, als het goed is. Ja, hoi, Margaret. Margaret? Ja. Hallo. Hoi. Nou, ik hoor je luid en duidelijk. Hoor je ons ook goed? Ja hoor. Oké, nou ja, je krijgt straks samen met Theo een vraag. En het enige wat je hoeft te doen is te zeggen of je wel of niet met zijn antwoord meegaat. Ja, oké. Okay. Ja? Joe. De categorie is mythologie. Makkelijk of moeilijk, Theo? Makkelijke vraag. Makkelijk. Komt-ie. Hoe heet de mythologische god van de dromen? Is dat A, Morpheus? Is dat B, Venus? Of is dat C, Janus? Is dat Morpheus, B, Venus? Of is dat C, Janus? Margaret, denk ook even na. Theo, succes. En de 21 tegenspelers, uiteraard. Theo. Venus is het niet. Dat is, dacht ik, de godin van de liefde. Janus. Weet ik niet precies, maar wat gaat met de twee hoofden? Nou, en in Morpheus' armen liggen, dat wil lekker slapen, dus dat zal de dromen, meneer, zijn. Ik ga voor antwoord A. Jij gaat voor antwoord A. Hardop gedacht. Dan ga ik naar Margaret. Wat ja, ik ga maar met hem mee. Ja? Je weet het niet, maar je gaat maar met Theo mee. Ja, hoe die het zei, denk ik dat het wel, ja. Ja? Ja. Goed zo. Die onthouden we, maar we gaan nu kijken. Een spannend moment voor Margaret. Is Morpheus goed? Ja, is correct. Margaret, heb je ooit de jackpotverdubbelaar ingezet? Ja. Wat goed, je hebt 20.000 gulden. Ja, dank je. Heerlijk, veel plezier ermee. Ja, bedankt. Oh. Helemaal blij. Ah, dat is ook lekker hoor, 20.000. Oh, jammer. Twee mensen wisten het niet. Ze waren waard 4761 gulden. Voor deze vraag heb je 9522 gulden verdiend. En in jouw kluis zit 11.022 gulden. En we gaan naar de volgende vraag. De categorie is film. Rond de kerst zijn er altijd van die heerlijke zwijmelfilms op de televisie. En dit is ook een klassieker. Shirley Temple, die op een nare kostschool zit en droomt over betere tijden.
entertainment. Bring the dancers, bring the singers, bring the good old welting ringers. The new ballerina, she pleases you? She's a very good dancer. She looks familiar too. Theo, wil jij een makkelijke of een moeilijke vraag? Moeilijke vraag. Wat is geen film waarin Shirley Temple de hoofdrol speelt? Is dat A, The Little Child? B, The Little Colonel? Of C, The Little Princess? Is dat A, The Little Child? B, The Little Colonel? Of C, The Little Princess? A, B of C, waarin speelt zij niet... Wat is geen film waarin zij de hoofdrol speelt? Jouw tegenspelers hebben hun antwoord gegeven. Nu jij nog. Ja. The Little Princess, volgens mij heeft ze daar wel in gespeeld. En die andere twee ben ik niet zeker van. Nee? Ik denk dat ze ook in The Little Child gespeeld heeft. Kijkend naar de titel en de Little Colonel niet, maar ik zet er scheep in. Ja? Want je twijfelt te veel. Ja, ik... ja, nou daar zijn ze voor. Je hebt er nog en, twee. En ik had gegokt op B. Ja, dus je gaat eerst voor escape. Doen we die eerst eventjes af. 50%, dus je houdt over 5511 gulden. En je was gegaan voor? B, de Little Colonel. B. Wat is het juiste antwoord op deze vraag? Wees maar blij, Theo. Je had het fout gehad. Dat is lekker, hè? Ja, heerlijk. Goeie beslissing geweest. Het was antwoord A. We gaan kijken hoeveel tegenspelers die geen escape hebben. Oh, 9 van de 19 hebben dit fout. Levert je niks op. Maar ze zijn wel weg en je hebt nu nog maar 10 tegenspelers. En we gaan naar vraag 5. En het is tevens ook de laatste vraag van vanavond. Dus als je hem goed hebt, Theo, zien we je terug. De categorie is... media. Makkelijk of moeilijk? Makkelijk. Wie presenteert Nova en Per Secondewijzer? Is dat A? Kees Driehuis? Is dat B? Govert van Brakel? Of C? Philip Freriks? Is dat A, Kees Driehuis? B, Govert van Brakel? Of C, Philip Freriks? Gaat uw gang. Theo. Ja, het is een van de programma's seconde, per seconde wijze waar ik vaak naar kijk. En Nova uiteraard ook. En dat is Kees Driehuis die het presenteert. Dus ik ga voor A. Antwoord A. Jouw laatste vraag van vanavond. Heb je hem goed? Zien we je terug. Die noteren we. A. En is dat goed? Ja. Perfect. Ik denk dat zij dat ook wel weten. Ja hoor, u heeft het ook allemaal goed. Zo rond de kerst ben je je ervan bewust hoe goed we het hier eigenlijk hebben. En tegelijkertijd besef je dat er nog heel veel mensen in de wereld onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Als deelnemer van de Postcode Loterij steunt u het hele jaar door de goede doelen die zich inzetten om het leed van de mensen en landen een klein beetje te verzachten. Zoals bijvoorbeeld Stichting Doen, die dit jaar 10 jaar bestaat. Postcode Loterij helpt. Nou,
het is weer mooi geweest vanavond. Ik wens u namens de Postcode Loterij en mijzelf een hele prettige kerst toe. En ook alvast een ontzettende gezellige jaarwisseling. Want volgende week slaan we een weekje over. Maar vergeet niet dat 1 januari die kanjerdag is. En dan gaat die prijs van 40,4 miljoen gulden ergens in Nederland vallen. En nou, wij zien u dan weer graag terug in het nieuwe jaar. Dus graag tot dan. Dag!